Zo, eerst maar even het nampje en dan kijken of we nog een interview kunnen maken. Hallo. Goeiedag. Hoe heet jij? Mijn naam is Ari. Ari? Ja. Oké, en je had iets over slapen, werd mij ingefluisterd. Ja, ik word 5-6 keer per nacht word ik wakker. En, hoe lang al? Dat is al een paar jaar het geval. Zo. En daardoor word ik 's morgens ontzettend moe wakker, omdat ik niet in mijn remslaap kom. Ja. En, is er een reden dat je die slapeloosheid hebt? Geen idee. Het is gewoon op een gegeven moment gekomen. Op een gegeven moment is dat gewoon gekomen. Ik heb altijd goed geslapen. En doordat ik zo moe wakker word, voel je je ook gewoon moe de dag. Ja. Dus ik kwam op een gegeven moment de informatie tegen over over wietolie. Oké. Okay. Dat je daar rustig van wordt. En dat je nou eens kijken of dat ook wat kan helpen voor de slaap. En toen? En ik ben dat gaan gebruiken. 3 druppels onder mijn tong voordat ik ga slapen. En bedoel je dan THC-olie of CBD-olie? Nee, de CBD-olie. CBD-olie. Ja. Mm-hmm. Ja. Gewoon 3 druppels onder mijn tong. Ja. En dan gewoon, gaan slapen. Zo. Je laat het eerst even werken. Neem even een slok water om even een beetje de smaak weg te halen. Ja. En het verbazendwekkende is, ik slaap gewoon de hele nacht door. Hoe is het mogelijk? En ik word dan tegen 7:30, 8:30 wakker. Ik werd altijd wakker om even te plassen. Ja. Ik sliep dan wel weer. Ja. Maar ja, je wordt toch wakker en je komt niet diep in je slaap. Hm. Nu slaap ik door tot 7:30, 7:30. Ik word wakker en ik ben uitgerust wakker. Ongelooflijk. Dus dat is een heel fijn verhaal daarin. Ja, want je bent wel een uitzondering, hè? Omdat 75% van de mensen doet dan geen oog meer dicht, maar gaat het huis stofzuigen en zo. Ik moet wel zeggen, mijn lichaam heeft er wel aan moeten wennen 1 tot 2 weken. Oh, en dus, hoe merkte je dat dan? Doordat ik toch 's nachts wakker werd. Ja. En dacht van, hé, ik ben wakker. En dan slaap ik wel weer. Maar je bent even heel klaar wakker en denkt van, oké, dit is ook niet de bedoeling. Mm. Maar ik heb even stug doorgezet. Dus ik heb dat tegen meerdere gezegd. Mm-hmm. Je moet er even aan wennen. Ja. Je moet er je eigen balans in vinden. Je moet je eigen balans in vinden. Net zoals wat je ook altijd zegt van, je bent je eigen dokter. En je moet zelfs de hoeveelheid druppels zien te vinden. Ja. Ik heb het gewoon aangehouden op 3 druppels. Ja. En dat werkt bij mij perfect. Mm-hmm. En echt een week, ik heb gewoon echt stug doorgegaan. Mm-hmm. En na 1,5 week was het voor mij heel normaal. Mm. En hoe lang geniet je nu al een welverdiende slaap? Ik maak gebruik van de MediWiet CBD nu al 1,5 jaar. Oké. En het effect is nog steeds even goed voor je? Nog steeds. Nou, dat horen wij natuurlijk graag. Ja. Dat wist ik niet hoor, dat je onze olie gebruikt. Ja. Oké. En zijn er nog mensen in je omgeving die er iets van meekrijgen? Ik zeg mensen. Geef je toch aan de kat, de hond? Nee. Vrienden die slaaptekort hebben of problemen met slaap hebben, vertel ik het ook. Ik heb daar nog geen resultaten van gehoord. Mm-hmm. Maar ja, mijn ervaring is voor mij zo vanzelfsprekend en goed uitgewerkt dat ik geef dat gewoon door aan mijn vrienden. Ja. Het is een volksmedicijn, tussen aanhalingstekens. Oké. Ja, het is gewoon een hulpmiddeltje. Ja. En het verbaasde me net wel, want er werd gezegd, CBD, daar word je wakker van. Ja. THC, daar word je slaper van. Ja. Maar het werkt bij mij net andersom ook. Ja. Ja, maar dat zijn juist van die wonderlijke dingen die anders zijn in het cannabiswereldje. Oké. En daarom past het cannabiswereldje ook niet zo goed in de denkwereld van mensen die gewend zijn om alles in rechte vakjes te proppen. Ja. Weet je wel? En de medische industrie heeft er ook zo'n handje van. Ja. En die snapt dus niet dat iets dat op een bepaalde manier is met cannabis ook net zo goed 180 graden anders kan zijn. Ja. Fantastisch voor mij. Wij zijn er nou allemaal heel blij mee, zullen we graag zeggen. Gedaan. Toch? Ja, dankjewel. Oké. Okay.